Wat denk jij dat de impact gaat zijn van artificial intelligence, AI, op de arbeidsmarkt? Ik denk persoonlijk dat er heel veel banen kwijt gaan raken, omdat die vervangen zullen worden door de AI. Het zijn denk ik vooral banen die zich nu in de software plaatsvinden. Maar ik denk ook andere banen waar je op het moment personen voor nodig hebt. Ik heb gehoord dat AI volgens mij de bar kan halen, dus het advocaat kan worden, zou ik zeggen. Dus misschien in die trend iets. Ja, een AI is vertegenwoordiger in een rechtszaak. Dat is natuurlijk niet heel chill, denk ik. Dus aan de andere kant, er is heel veel dat ze wel kunnen overnemen en heel veel dat ze toch niet overnemen, omdat het niet menselijk is, zeg maar. Zou AI impact hebben op je baan? Nee, ik denk dat op het moment niet echt mogelijk is, want we doen een soort deur aan deur. Dus totdat we een levende versie hebben, gaat hem dan niet worden. Ja, wij hebben echt menselijk contact, is echt een beetje wat onze baan voor staat, zeg maar. Dus dat gaat niet zo snel worden overgenomen door iets van AI of zo. Stel dat het nou wel overgenomen zou worden. Oh zo, ja, ik denk niet dat ik echt met AI zou willen werken, want daar liggen mijn interesses niet. Dus ik zou persoonlijk wel stoppen met mijn werk. Ja, ik was sowieso van plan om van baan te gaan wisselen. veel niet. Ik word gecensureerd hier. Voor jou dan, naar welke baan zou je dan switchen? In de horeca of zo, dat gaat natuurlijk niet zo snel worden overgenomen. Ik denk ook richting de horeca, misschien iets in sales of zo doen. Ja, zoiets.